Yo kijkers, en welkom alweer bij een heel nieuwe video van Farming Simulator 22 Zero Money. Vandaag gaan we natuurlijk verder aan doen met het balenpersen. We hebben hier al een paar baaltjes, ja één baal gemaakt. En vandaag is het vervolg van het balenpersen. We gaan ook de balenpersen nog niet direct gaan verkopen. Maar we gaan ze eerst nog eventjes in onze lood staan, dat ze een beetje meer geld waard zijn. Want we moeten toch wel een beetje geld verdienen. Door een beetje andere dingen. Daarmee houden we dat wel. We gaan het dan eens in december komen wanneer het beste prijs is. Ja, het klinkt misschien een beetje raar dat we nu niet gaan verkopen. Dat komt dan in orde. Maar ik kan niet veel zeggen, maar deze vent draait wel goed, man. Hij draait echt goed met deze wapens. Heerlijk. Om dat te gaan horen en te zien. We gaan dan de baan gaan oprapen met Nieuw-Holland. En dan gaan we de baan eraf halen met de chauffeur. Dan is die best een keer bezig. En dan kan ik weten hoeveel dat hij kan dragen. Of dat het te zwaar is voor hem, twee banen in één keer. En ja, zulke dingen allemaal. Zo'n beetje kijken wat hij allemaal kan. Maar natuurlijk, we hebben een nieuwe aankoop. Moeten we natuurlijk uitgebreid gaan testen. En we gaan deze dan ook weer proberen te repareren voor koolzaad in te zaaien. Oh, vent, go on. Ja, kijk, soms heeft hij er wel moeite mee, de vent. Kijk, voor nu. Ik weet niet wat het is, maar het ziet er niet uit dat hij echt heel... kijk, dat is veel beter. Ja, ik heb wel een beetje raar geoost eigenlijk. Het is niet zo heel mooie zwaardes eigenlijk allemaal van mij. Allee, pakt hem dan weer niet. Allee, vent, kom aan, vent. Die schaalt te veel. Kijk. We pakken toch al die kleine stukjes mee, was altijd handig. Ja. Alright. Wat eigenlijk de bedoeling is. We gaan proberen zoveel mogelijk balen hieruit te halen. En dan weet ik niet echt wat we gaan doen. Ik denk dat we gaan werken voor andere boeren, gaan oosten bijvoorbeeld. Dat we toch weer extra inkomen krijgen. Maar daar moeten we natuurlijk ook nog even kijken. Of wel leuke dingetjes staan, want onze combine moet natuurlijk ook een keer gerepareerd worden. En als die heel te veel werken, gaat die ook echt een keer kapot gaan. En dat is natuurlijk ook niet de bedoeling, dat onze combine kapot gaat. Dat zijn eigenlijk zorgen voor later. Onze bedoeling is natuurlijk om zo snel mogelijk een nieuw veld te gaan kopen. Maar eerst moeten we natuurlijk onze windmolen eerst hebben. Want onze windmolen gaat wel heel veel verschil maken, denk ik. Dat denk ik, ik weet het niet zeker, maar jongens, ik zie jullie weer terug als ik ongeveer aan het helft van dit veld zit om te gaan balenpersen. Dus tot straks. Zo, voilà, we zijn hier bijna nog vier lijntjes en dan zijn al de balen geperst. Maar kijk, het begint te regenen, dus we moeten zo snel mogelijk ons stro natuurlijk naar binnen brengen. Dus als we klaar zijn, ga ik niet alle strobalen hier op het veld laten. Maar ik ga ze dan ook voor een keer meebrengen naar huis, degene die er nog in zitten. Dan is dat... minder voor ons dat we moeten wegbrengen. Want regen, dat brengt natuurlijk minder
stro voor ons en dat is niet zo heel goed. En ja, wat dat we hier na gaan doen, niemand die het weet. Ik weet het zelf en ik weet niet wat we hier gaan doen. Ja, alstublieft, dit veld moet geploegd worden. Dus dat gaan we eerst doen. Maar dan kunnen we misschien een keer kijken of we een jobje kunnen doen. En ja, daarna, ik weet niet. We moeten sparen. Heel veel sparen. Ook heel veel gaan werken voor andere boeren. Ik denk dat dat het voornaamste is. Werken. En maken dat we snel kunnen inzaaien voor koolzaad. Ik weet niet, koolzaad. Even nog één seizoen, oké, zo van. Maar ja, kijk, het gaat er wel snel komen als we er bezig zijn en dat we nog geploegd worden zo. Maar ja, ik vind dat wel best veel aan hebben, hoor. Holy moly. Sowieso een mooie volle trailer gewoon. Dus dat is goed. Dat is zeer goed nieuws. En ja, wat dat we voor de rest gaan doen. Ik heb nu denk ik onze kassen op sla gezet. Dat we toch nog. Ja, sla is veel meer waard. Dus. Dat hou ik denk ik doen. Ik weet niet zeker of ik het gedaan heb, maar ik pace van wel. En anders zal ik het straks gaan doen als ik bij de farm ben. Stroden de regen, zo irritant. Maar we hebben toch 2, 4, 6, ja, met mega veel balen. Oh, mega veel, we hebben voldoende balen voor dit veld. Dus ja, dankjewel. Echt ook een goede aankoop om dit veld te gaan kopen. Dus kun je niet. Ja, maar ik hoop dat er één snel stopt, anders is een big problem. Maar ja, ik ga even naar huis en ik kom dan terug met de Nieuw Holland. Dus ik zie jullie als ik met de Nieuw Holland. Zo, voilà, we zijn hier weer met de Nieuwe Holland. En zoals jullie kunnen zien, het is aan het regenen en onze Nieuwe Holland wordt een beetje properder. Ja, dat is een hele mooie. En dat is wel mooi dat we moeten tenminste onze gedrukspuit niet gebruiken. Of kopen. Maar ja, ik heb geen frontwicht, ik heb de balenspie, de andere spie. Ik heb nu de palletspie. Zo'n probleem is natuurlijk ook wel. Denk ik, hoop ik. En als we er wel een probleem van maken, hebben we er. Bah. Want ja, we gaan gewoon proberen 2 balen tegelijk mee te pakken. En als dat niet lukt, ja, is het 1-1. Maar ik hoop wel dat we er 2 tegelijk kunnen mee pakken. Dus ja, we gaan even opladen. Alright. Ja, ik zie hoe dat wist ik, dat zag ik aankomen. Oh shit, ja. Ja, nu heeft hij helemaal verkloot, hè. Zo, voilà. Oh, kijk, 2 banen ter link, kut, niet gemakkelijk. Maar ik denk voor de chauffeur dat dat niet gemakkelijk gaat zijn. 2 banen. Maar ja, we gaan het zien. Het kan nog altijd goed komen. En het is ook alweer gestopt met regenen, ook weer goed. Oh. Zo. In principe die baanpersen, die balenstapel, lukt hij best nog prima hoor. Holy moly.
Na ervaring, ervaring opdoen. Hoho. Maar ja, jongens, ik zie jullie als we ongeveer ja, aan het helft van de barenwagen zijn. Dus tot straks. Zo, voilà. Alles. We zitten nog een beetje op de helft van opgeladen. Alleen nog deze vier balen moeten nog. We zijn nog een beetje boven de helft. Maar hoe? Oeh, ik had daarnet problemen met het opladen. Ze zijn er twee keer van. Ja, kan gebeuren. Ik hoop echt dat de chauffeur zo hoog kan. Ik vrees er een beetje voor. Maar ja, kijk. We hebben nog altijd te doen gehad. Ik dacht dat we meer balen dan de pers, zegt maar. Maar kijk. We hebben nu echt al redelijk wat balen. Dus dat komt mooi. Fantastische speed, patje. Tjonge, talent ook, hè. Wow. Jonge, jonge. Ik ga ook even een terminaltje schieten. Nee. Godverdomme. Wel een beetje straat in de muur zijn. Ja, kijk. Kijk wat je kunt zien. Ik kan wel haven. Maar die achterbandjes, die staan nog wel redelijk tegen de, niet meer tegen de vloer. Dus ja. Een zwaardere is wel chill, maar kijk, als het voor zulke werk is, heb je echt een zwaardere shuffle. Zo vooral voor die tomaten en zo. Maar kijk, we hebben best wel mooi. Mooi gedaan, hè. Kijk, hier hebben we al... Salade. We hebben nu 3 baan tomaten. Nee, we hebben nog geen salade. Maar ik denk dat het er wel bijna komt. Jupla. Fix me deze. Alright, de voorlader kan ik eraan laten, deze kan ik ook aan laten. Ik weet niet of er nog iets lukt. Oeh, lekker die, dikke John Deere. Ja, die hebben we hier gehaald, ja. Louise. Maar ja, wij gaan dan gaan slapen. Volgende video, ik weet niet wat we in de volgende video gaan doen. Ik denk dat we er een beetje gaan bemesten. Dat we weer even nieuwe zakken gaan kopen. Maar nieuwe zakken gaan we kunnen komen. Ja, we zullen het allemaal nog zien. We hebben nog veel tijd en ruimte. En deze chauffeur zetten we hier neer. Zo. En ja, hierbij ga ik deze video afsluiten. Het is misschien niet zo'n hele drukke video dat we vandaag gedaan hebben. Maar ja, ik wil jullie sowieso allemaal bedanken om naar deze video te kijken. En ik zie jullie de volgende video weer terug. Dus ik zeg tot de volgende keer. Yo!